Baby's in Nederland krijgen een inentingsboekje waarin al hun vaccinaties geregistreerd worden. Hiermee wordt onnoemelijk veel bereikt voor de volksgezondheid. En met name kinderverlamming, tetanus, kinkhoest en difterie zijn zeer ver teruggedrongen dankzij een programma van vaccinering dat ongeveer 90% van de bevolking bereikt. De betrokken vaccins worden vervaardigd in het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven, waar de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Dr. Bartels, nu een aldaar ontwikkelde apparatuur in gebruik heeft gesteld voor de automatisering van de vervaardiging van deze vaccins. De nieuwe bereidingswijze geeft een sterke vereenvoudiging te zien vergeleken bij de vroegere. En de apparatuur geeft ook meer mogelijkheden tot kweek van bacteriën of bacterieproducten onder diverse omstandigheden. Via programmeringen van de elektronische besturing van de nieuwe apparatuur kan men diverse vaccins automatisch bereiden op veel beknopter wijze dan vroeger het geval was. Hier worden ook de combinatievaccins gemaakt, een bijeenvoeging van diverse componenten die tegelijkertijd worden toegediend en die verpakt worden in flesjes waarin ze volkomen steriel worden ingebracht. Het Rijk maakt deze vaccins zelf om volkomen zekerheid te hebben wat betreft de samenstelling, om op het juiste moment de juiste voorraden te hebben en om de wetenschappelijke controle ieder moment grondig te kunnen uitvoeren. Op deze manier wordt de beroemde cocktail van vier gemaakt, waarvan de algemene toepassing in sterke mate heeft bijgedragen tot de vrijwel volledige verdwijning van de betreffende ziekten in ons land. Het prikje van de dokter ondergaat het ene kind makkelijker dan het andere, maar als het stempel in het boekje staat, is een stuk veiligheid bezegeld.